Het cultuurbeleid, want de SP wordt een grote partij, voorspellen de peilingen. Dat betekent dat de SP iets gaat te zeggen krijgen over het cultuurbeleid. Het cultuurbeleid, nou, ik geloof dat Halbe Zijlstra, de staatssecretaris van de VVD, met lengte de meest succesvolle bewindsman geweest van de afgelopen periode. Die heeft echt iets voor elkaar gekregen. Ja, jij glimlacht schappen, maar hij heeft een toch behoorlijke bezuiniging doorheen weten te voeren in de cultuursector. Waardoor de budgetten teruggegaan zijn naar 2005. We zien nu de contouren van wat oplevert. Zien we duidelijk worden hier in Amsterdam. Raken veel mensen hun baan kwijt. Veel festivals of clubs krijgen geen geld meer. Moeten iets anders gaan doen. Wat kan hun beeld zijn? En wat wil de SP? Wil het ongetwijfeld terug daar? Is er ongetwijfeld tegen? Maar wat kun je daar nog tegen doen? Want het is een gelopen koers, hè? Nou, zeker niet. En ik lachte inderdaad schamper omdat je zei, Halbe Zijlstra heeft veel bereikt in de cultuurwereld. Nou ja, ik zou zeggen alles behalve. Je kan zeggen hij heeft veel gedaan. Hij is een succesvolle bewindsman, want zijn beleid is tot uitvoering gekomen en hij heeft resultaat opgeleverd. Waar jij niet mee eens bent, daarom lag je schamper. Ja, vanuit het perspectief van de VVD heeft hij veel bereikt. Ja, maar in de cultuurwereld heeft hij heel weinig bereikt wat mij betreft. Sterker nog, hij heeft veel afgebroken. Als je kunt zien, als je kijkt naar wat hij allemaal heeft losgemaakt, hè, de afgelopen 2 jaar, Mars der Beschaving, Stop Culturele Kaalslag, manifestaties op het Leidseplein hier, inclusief Frits Bolkestein, allerlei andere grote namen die woedend werden. En het ging ook wel ergens over, 200 miljoen bezuinigingen op kunst en cultuur, btw-verhoging, die later wel eens teruggedraaid, maar die men wel wilde doorvoeren. Kortom, een kaalslag in het cultuurbeleid. En ja, daar willen wij graag wat aan doen. Misschien is zo'n expositie als dit ook een goed voorbeeld. Je moet juist ruimte houden voor experiment en vernieuwing. Zijlstra die zei eigenlijk van, kijk, als je kunst maakt, moet je het zelf kunnen terugverdienen. En Joop van den Ende, go. Want dat zijn de lucratieve commerciële kunstuitingen. Maar dat betekent dat je dus als overheid helemaal terugtrekt. En dat vernieuwing en experiment geen kans meer krijgt. En daar staan wij als SP wel tegen. Nou ja, hij zegt experiment en vernieuwing kan allemaal, maar je moet gewoon zelf betalen. Als jij zo nodig vernieuwend en experimenteel zijn, moet je gewoon zelf wel betalen. Waarom moet de belastingbetaler daarvoor opdraaien? Nou ja, precies, dat is inderdaad een hele liberale visie. Als jij het wil, dan moet jij het maar doen. Ja. Van het onderwijs zeggen we dat ook niet. Als jij naar school wil, dan moet jij maar naar school. Nee, dan zeggen we regelen goed onderwijs. Als jij naar het ziekenhuis moet, ga jij maar naar het ziekenhuis. Nee, dan regelen we een goede zorgstelsel. Nou ja, zo is het ook met cultuur. Al die dingen staan wel ook onder discussie. Zeker. En daarom zijn deze verkiezingen ook zo belangrijk. Gaan we rechtsaf met Rutte doorgaan met die harde bezuinigingen of gaan we linksaf met Roemer? Gaan we het sociaal doen? Wij staan inderdaad voor algemene voorzieningen waarbij we dus zeggen onderwijs, zorg, cultuur, dat zijn zaken van ons allemaal. En daar willen we dus ook borg voor staan via de overheid. We gaan heus niet iedereen allemaal pamperen met allerlei uitkeringen. Als je kan werken moet je gewoon werken, er is niks mis mee. Maar we gaan ook staan voor een goed cultuurbeleid. Het is dus in die zin echt ideologische strijd van de VVD. Die heeft voor een kleinere overheid en de eigen verantwoordelijkheid voor de mensen. De mensen moeten gewoon hun eigen verantwoordelijkheid en het zelf regelen. En jullie staan al lijnen tegenover. Ja, klopt. De ideologische strijd is... Denk je dat de kiezers dat wel goed genoeg beseffen, die tegenstelling? Daar doen wij alles aan. Want het is de ideologische strijd is precies, daar heb je helemaal gelijk in. Het is, doe je alles in je eentje, ieder voor zich. En God voor ons allen, nou, die tijd is geweest. Eigenlijk. Ja, dat is een andere partij. Ja. Of proberen we een aantal zaken met elkaar goed te regelen. Dus is het alles in je eentje of is het samen? Nou, dan wil ik graag staan voor dat laatste. Als SP staan wij wel voor een aantal zaken die we gezamenlijk willen regelen.